Ik wist eigenlijk niet dat vogelen zo leuk was. Vogelen? Ja, jij hebt zeker nog nooit een bonte specht horen roffelen. Nou, niet dat ik me kan herinneren, nee. Ja, wij dus wel. Een kleedje in het park. Was nog best een soort van intiem eigenlijk. Nou ja, weet je, ik zeg niks. Sinds die band van Ludo met die raaf kijk ik helemaal nergens meer van op. Nee. Nou, ik kan het iedereen aanraden hoor, een beetje uit je comfortzone stappen. En dat deed hem goed. Hij is minder gespannen, daar gaat het om. Doet het jou ook goed? Ja, zou ik zeggen. Is wel prima eigenlijk. Maar weet je, hoe leuker wij het hebben, hoe meer ik hem wil. Dan hoop ik dat het bij hem ook zo is. En dat is dan niet zo. Dus dan ga ik maar lekker onder een koude douche. Helemaal onderdrukken. Dat lijkt me echt niet gezond. Toch ook een beetje creatief zijn. Een eentje. Creatief een eentje. Ja. Ja, maar ik wil toch veel liever Anton?